het gevoel wat je hier hebt als je hier loopt. Het is een heel duister en naar gevoel wat je hebt. En ik schaam me gewoon voor de mensheid dat ze dit hebben gedaan. Dat ze dit hebben durven doen. 8 leerlingen van het Haagse Johan de Witt College in Den Haag brachten een bezoek aan voormalig concentratiekamp Auschwitz. Onder begeleiding van een gids horen zij de verhalen. De verhalen over 1,3 miljoen mensen die hier zijn omgekomen. Ik weet niet, ik voel leegte, maar ik voel ook verdriet, maar ik ben ook boos en ik weet niet wat ik moet voelen. Films en series over de Tweede Wereldoorlog zien deze leerlingen ook. Maar dat is toch anders dan hier. Hier daadwerkelijk zijn. Het is heel anders dan op tv en in het echt. Je loopt gewoon door je geschiedenisboek eigenlijk. Ja. Vrijheidsambassadeur Justin Verkijk is ook mee. Ik voelde ook wel een beetje schaamte af en toe. Weet je, dat ik dan klaag over dat ik hard moet werken of dat ik moe ben. Of weet je, en als je dan hoort dat die mensen hier... Dan vraag je af hoe deze mensen het gedaan hebben. Precies. Het werd aangewezen toch bij die toren daar heel in de verte, 7 kilometer hier vandaan. Daar zit een mijn. Mensen kwamen vanuit deze barakken, moesten daar naartoe rennen. Ja. We hebben gezien hoe ze eruit zagen. We hebben gehoord wat ze te eten krijgen. Ja, iets van 200 calorieën, dat is maar zoiets. Ja. En dan zit 10 uur nog werken, rennen, 7 kilometers. Ja. Eigenlijk moet je het zelf meemaken om echt te weten hoe het echt is. Dus het is wel handig om hier een keertje te komen, kijken hoe het echt is. Want anders kan je niet meemaken, zeg maar.